Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video zet je tekst in het midden, links of rechts of alle twee. Het kan allemaal. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl slash Word. Links, rechts, midden en meer. Nou, waar heb ik het over? Nou, kijk maar eens naar deze bladzij. Alles aan deze kant is aan deze kant recht. En aan die kant heb je allerlei inhammen. En dat komt natuurlijk omdat niet elke zin even lang is. En uh, dit woord prachtig bijvoorbeeld, dat past hier niet meer. Dus dan doet hij dat naar de volgende regel. En op die manier is deze kant dus super strak. En deze kant dus allerlei inhammen. Dikke prima hoor. Maar wat ook kan is bijvoorbeeld dat je dat omwisselt. En dat alles aan die kant zit. Nou. Deze kant noem je dus links uitgelijnd. En deze kant noem je dus rechts uitgelijnd. Nou, waar vind je dat? Nou, joh, dat, zou, dat heb je al gezien natuurlijk. Bij start vind je dus hier een heel aantal belangrijke knopjes voor links uitlijnen. Voor midden, rechts en eh, deze. En dat noem je uitvullen. Ik zal het even laten zien. Nou, links is natuurlijk veel logischer in dit geval. Want het is gewoon een bladzijde met tekst. Dus heel, wij zijn eraan gewend dat die linker rand helemaal lekker strak is. Maar het kan ook zijn dat je dat aan de rechterkant wil. Of in het midden. Als dus je bijvoorbeeld een poster of een folder of zo of iets anders maakt. Links, midden en rechts. Je kan het zelf kiezen. En wat is dit dan? Dit is uitvullen. En wat er dan opvalt, is dat aan beide kanten is die super super uh, recht Dat komt omdat hij eigenlijk die zinnen gaat stretchen. Zodat hij helemaal van links naar rechts gevuld is. Maar. In dit geval gaat het wel oké, okay, maar het kan zijn dat je dan soms van hele le lelijke, ja, toch uh, lege stukken krijgt of opgepropte woorden. Daar is ook iets anders voor uh, bedacht, namelijk woord afbreken. Je kent het wel, het ene woord gaat door in het andere en dan doe je op het eind van de zin zo'n streepje. Er is een functie voor en nou, ik heb even zitten zoeken en ik weet ook niet precies waar die zit, maar gelukkig heb je hier gewoon een zoekbalk en als je daar bijvoorbeeld uh, woord, Afbreking eh, typt, dan krijg je hier al de eerste uh, actie woordafbreking wijzigen. En als ik dan hierop automatisch klik, pam, zie je? Dan geeft hij hier dus uh, bijvoorbeeld uh, ze komen voor in verschillende kleuren en maten. Zie je? Dan maakt, doet hij hier automatisch een uh, streepje zetten en hakt hij een woord door midden op de goede plek. En dan zet hij daar een streepje neer. Leven. Zie je? Nou. Overigens hoeft hij niet helemaal uitgevuld te zijn voor woordafbreking. Kijk, ik selecteer dat nu. Dan klik ik hier op zoeken. Ga ik even weer naar woord. En dan zeg ik hier uh, automatische woordafbreking inschakelen. En zie je? Dan is het nog steeds, zeg maar, die uh, links uitgeleind eigenlijk. Maar dan gaat hij toch bepaalde woorden een uh, door midden hakken met een streepje. Nou, hoe dan ook, er valt nog veel meer over uit te leggen en in te stellen. Maar dat gaat te ver voor deze video. Het enige wat ik nog eventjes wil vertellen, is dat dit in het midden uitlenen ook wel gecentreerd wordt genoemd. Dus centreren is een fancy woord voor midden. Maar hoe dan ook, links centreren dus, of rechts, of uitvullen, of al dan niet met woordafbreking. Het is aan jou, maak er maar iets moois van.